Geachte vice-rector, geachte collega's, geachte vertegenwoordigers uit de industrie, beste mensen achter de beeldbuis, thuis of ergens in het Leuvense op een terrasje, beste studenten, burgerlijk ingenieurs en beste studenten, burgerlijk ingenieur, architect, dear international students. En vergeef me dat ik jullie nog even voor de laatste 5 à 10 minuten uit jullie leven nog even studenten noem. Want voor sommigen onder jullie is het liederlijke studentenleven wellicht al even achter de rug en zijn jullie reeds ondergedompeld in de dagdagelijkse realiteit van een ongetwijfeld drukke, maar hopelijk toch ook interessante job. Wat een jaar hebben we achter de rug, zeg. Een jaar dat gestart was zonder al te veel zorgen, werd plotseling in maart heel brusk onderbroken door een virus dat nog steeds ons leven voor een groot stuk beïnvloedt. Wat volgde daarna in maart was eerst wellicht wat verwondering, gevolgd door heel veel verwarring en wellicht ook op het einde een heel beetje frustratie. Toch hebben jullie blijk gegeven van alle kenmerken die een goede ingenieur moet hebben. Jullie hebben de nodige dosis creativiteit getoond. Jullie hebben doorzettingsvermogen getoond en vooral heel veel flexibiliteit. En ik wens jullie daarvoor eerst van harte te bedanken, want het is alles behalve evident geweest voor jullie. Ook voor onze professoren en onze andere studiebegeleiders of studentenbegeleiders was het even schrikken, aangezien het coronavirus ook onze universiteit op haar grondvesten heeft doen daveren. Was het perfect wat we jullie aangeboden hebben? Wellicht niet. Maar onderschat alsjeblieft niet welke inspanningen ook onze professoren geleverd hebben om dit academiejaar tot een goed einde te brengen. Ik wil al de personeelsleden daarvoor van de faculteit van ZAP over ABAP en ATP hier expliciet voor bedanken. Ook voor jullie was het allesbehalve evident. Een speciaal woordje van dank gaat uit daarvoor naar onze voormalige decaan Michiel Steyaert. Het was geen evidente periode, denk ik, Michiel, om 8 jaar decaanschap definitief af te sluiten op die manier, maar ik wil je toch samen met je vice-decaan Phil Dutré hartelijk danken voor het goede hoeden en behoeden van onze faculteit. Dus dank je wel daarvoor. Beste studenten, zoals ik zei, nog eventjes studenten. Al bij al staan jullie toch daar waar je hoort te staan, namelijk als kersvers, bijna alumnus, van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. De bladzijde van 5 jaar, of voor sommigen wellicht iets langer, studeren kan nu eindelijk omgeslagen worden. Hier stopt jullie levensboek echter niet, maar wat de volgende bladzijden zullen brengen, dat is wellicht nog een groot vraagteken voor sommigen onder jullie. Wat ik wel weet, is dat jullie heel goed voorbereid zijn. Heel goed voorbereid op een wereld in continue verandering. En ik wil daarvoor een quote van Martin Luther King, ook nog zo'n figuur die tegenwoordig heel prominent aanwezig is, een quote van die persoon gebruiken die het in 1967 al vermeldde. The ultimate measure of a man or a woman is not where he or she stands in moments of comfort, but where he or she stands in moments of challenge, in times of challenge and controversy. Controversy, ja, versie. Dat het uitdagende tijden zijn, dat hoef ik jullie niet meer uit te leggen, denk ik, hè? Maar toch zien we al dat onze ingenieurs ook nu in deze periode een stempel al beginnen te drukken op het maatschappelijke leven. Denk maar aan de app die binnenkort zal gebruikt worden voor contact tracing. Denk maar aan het ontwikkelen van allerlei gesofisticeerde ademhalingsapparaten die gebruikt worden in ziekenhuizen om zieke patiënten te ondersteunen. Het online opvolgen van druktes in straten en op stranden. Dus telkens weer komt die innovativiteit van de ingenieur heel duidelijk weer op de proppen. Wat die innovativiteit betreft, wel, ik denk dat ingenieurs hier een patent op hebben. Jullie zullen allemaal meebouwen aan de maatschappij van morgen, waar technologie wellicht nog een veel grotere rol zal spelen dan ooit tevoren. Maatschappij waar zoomen, teamen en nog andere van die woorden wellicht deel zullen uitmaken van het normale leven. Maar misschien ook met positieve gevolgen. Minder files, betere luchtkwaliteit, meer levenskwaliteit door een betere balans tussen werk en gezinsleven. Het is ook aan jullie als kersverse afgestudeerde ingenieurs en ingenieurarchitecten om hier ook creatief mee om te gaan. Vandaag zwaai ik jullie uit, maar ik hoop dat het geen definitief vaarwel is. Onze faculteit is een thuis geweest en zal altijd een thuis blijven. Ik wens je dan ook in naam van alle professoren, assistenten, technisch en administratief personeel een dikke proficiat met het behalen van jullie diploma. En ik hoop om jullie terug te zien
binnenkort of later in de wereld. Dank u wel. Ik nodig nu graag de vice-rector van de groep Wetenschap en Technologie, professor Gerard Govers, uit om onze aanstaande nieuwe burgerlijke ingenieurs en burgerlijke ingenieur-architecten toe te spreken. En vervolgens gaat de pièce de résistance van deze proclamatieplechtigheid plaatsvinden. Professor Bart Nouwelaars, voorzitter van de examencommissie, zal de resultaten geven van de eindcijfertijd van de opleiding tot burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. En hij zal daarna de studenten de professionele titel van burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect proclameren. Dank u wel. Meneer de vice-rector, aan u het woord. Geachte collega's, meneer de decaan, meneer de eredecaan, geachte aanwezigen in alle hoedanigheden en functies waarin dat u hier aanwezig bent, meer dan welkom. En tegelijkertijd missen we hier veel mensen. We hadden al zo graag weer eens, zoals we dat gewoon zijn, met ouders en studenten dit moment samen gevierd. Want het is een belangrijk moment. U studeert af. En u krijgt een diploma, daar gaan we dadelijk nog iets over zeggen, ook weer niet te veel. Maar het is wel degelijk een mijlpaal in uw leven. En uw ouders, uw familieleden, uzelf, uw vrienden hadden dat graag samen met u fysiek doorgemaakt. Een klein deeltje RNA, iets van een 100 nanometer groot, waarvan we de functie nog niet volledig begrijpen, maar dat we als niet levend beschouwen, heeft daar vanaf maart, april een stokje voor gestoken. En we zullen daarmee moeten omgaan. En we gaan proberen er het beste van te maken. Jullie en wij ook. Laat me beginnen met jullie proficiat te wensen. Vanzelfsprekend. Jullie hebben 5 jaar of wat langer hard gewerkt om dit diploma te verwerven. Jullie verdienen dat. This is also true for our English-speaking students. Congratulations. My deepest and sincerest congratulations for years of hard work to obtain this degree. It's very well done, indeed. En ik denk dat na een felicitatie moet er ook een woord van dank volgen. De decaan heeft al heel wat mensen bedankt, die allemaal op verschillende manieren aan jullie vorming hebben bijgedragen. Dat zijn professoren, dat zijn assistenten, dat zijn jullie medestudenten. Maar er is één groep waar dat ik toch, en ze zijn dit jaar misschien iets minder aanwezig, ook virtueel misschien iets minder, dat weet ik niet. Eén groep toch wel speciaal bedanken en dat zijn degenen die in die 5 jaar, als ze vroegen van hoe het met jullie ging, moesten horen, ça va. Als er een examen was geweest waar dat jullie op zeiden, wow, ging, zij erdoor, misschien, hè? Dat soort dingen. En dat zijn jullie ouders. Hè? Jullie ouders hebben jullie al die jaren met hart en ziel ondersteund om hier te geraken en ik denk dat ze vandaag echt ook wel een moment van speciale appreciatie verdienen. Goed, jullie worden nu ingenieur in 2020, geen gewoon jaar. En volgens, voor zover ik het zie, ook niet het laatste ongewone jaar. U wordt ingenieur in bijzonder uitdagende tijden. U bent daar natuurlijk voorop geleid, dat heeft de decaan net al gezegd. U kan die uitdagingen aan. Maar ze zijn inderdaad niet min. U zal op het eind van uw carrière, dat is, neem nu 40 jaar van nu, 45 jaar van nu, zal u leven in een totaal andere wereld dan vandaag. U zal die wereld meegeschapen hebben. Dus de keuzes die u maakt en de wijze waarop dat u doet, gaat ook weer de wereld bepalen voor uw opvolgers. Dus het is een belangrijke functie en een uitdagende functie die u heeft. Eergisteren hebben we aan de KU Leuven, samen met de stad Leuven, de eerste elektrische bus van de lijn ingehuldigd, zal ik maar zeggen. Wel, velen zullen volgen. Onze vervoerssystemen zullen fundamenteel veranderen. De wijze waarop we met elkaar interageren gaan fundamenteel veranderen. We gaan onze samenleving op een fundamenteel andere manier van energie moeten voorzien. Daar liggen jullie grootste uitdagingen. Ik wens jullie daarbij veel moed, veel doorzettingsvermogen en natuurlijk ook veel succes. En laat me per slot van rekening u nog 2 algemene adviezen meegeven.
En dat is ten eerste, velen van u weten dat eigenlijk al uit hun studies. Geluk speelt een grote rol. U heeft hard gewerkt om er te geraken, dat is zeker zo. Maar u heeft ook het nodige geluk. U heeft de hersenen om er te geraken en u heeft die goed gebruikt. Maar geluk speelt altijd. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, wees niet te streng voor uzelf. Waar dat u gaat uitkomen, hangt ook een deel af van geluk, van omstandigheden waar dat u geen pak op heeft. En dat gaat u nog gemakkelijk geloven, maar wat dat u ook van mij moet geloven is dat dat voor ieder ander mens ook geldt. Ieder ander mens wordt ook voor een deel door geluk bepaald. Het is een geluk in België geboren te worden in plaats van in Rwanda of in Mali. Dat is geluk. U heeft daar geen verdienste aan. Ik ook niet trouwens. En we moeten ons dat goed voor ogen blijven houden. Ten slotte nog een laatste. En de decaan heeft daar eigenlijk ook al naar verwezen. U gaat moeilijke beslissingen moeten nemen, af en toe. Dat is wat dat we van onze leidinggevende in onze samenleving verwachten. En we verwachten inderdaad van burgerlijke ingenieurs dat ze leiderschap opnemen en verantwoordelijkheid tonen. Het is belangrijk dat u dan goed nadenkt bij die moeilijke beslissingen. Ten eerste zal u ze dikwijls moeten nemen zonder dat u alle informatie heeft waar dat u graag over had beschikt. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Dus daar moet u zeker al rekening mee houden. Ten tweede zou ik u aanraden van als u een beslissing moet nemen, niet alleen te denken van word ik daar beter van, maar word ik daar een beter en een groter mens van. Ook dat laatste is belangrijk. U moet per slot van rekening ook met uzelf kunnen blijven leven. Dat is echt iets wat ik u zou vragen van de nodige zorg aan te besteden. Dat allemaal gezegd zijnde, wens ik u nog eens van harte proficiat. Ik wens jullie allemaal alle succes van de wereld. Ik ben er ook zeker van dat jullie allemaal een mooie en een toekomst tegemoet gaan, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. En ik geef daarmee dan ook graag het woord aan de volgende spreker. Die komt met echte serieuze materie, met name de uitslagen professor Bart Nauwelaars. Hij kan het misschien nog net horen. Geachte vicerector, geachte decaan, vicedecaan, beste leden van de examencommissie, collega's, beste studenten, studentinnen, beste industriëlen, beste kijkers thuis. De examencommissie van de opleidingen Master in de Ingenieurswetenschappen heeft dit academiejaar na elke examenperiode een beraadslaging gehouden. De derde keer was gisteren. Ik lees u dadelijk de resultaten voor van alle geslaagde studenten van het ganse academiejaar. Ik vermeld er nog bij dat de examenperiode nog niet gesloten is, vermits er nog resultaten zullen binnenkomen van uitwisselingsstudenten en van examens die door overmacht zijn uitgesteld. Wij zullen vanzelfsprekend die resultaten zo snel mogelijk verwerken. The International Student. The examination count of all Master of Engineering programs has met after each exam period of this academic year. The last time was yesterday. I will immediately present results of all graduating students of this academic year. For each diploma, I will first mention the Dutch spoken program, immediately followed by the corresponding English program. Let me just remind you that the examination period has not been closed yet, since you are expecting some late results of exchange students and results of exams that have been delayed for reasons of force majeure. We will process these results as soon as possible, that's obvious. Dames en heren, behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Architectuur. Op voldoende wijze Alexander Baro, Stijn Kallaert, Simon Klerks, Marit Cochet, Andy de Boek, Margot de Roze, Anina Hazen, Wouter Lambrechts, Matthias Loeks,
Matthijs Minten, Laurence Odeurs, Natasha Perelka, Kimberly Snijers, Adriaan van Dalen, Daan van den Bussen, Anneleen van der Veken, Thijs van Roy, Wout Verbist en Mathieu Verharen. Met onderscheiding Caroline Arts, Nant Baten, Tom Beelen, Jeroen Brakeleire, Paulien Brasseur, Lisbeth Buys, Jolien Karels, Felix Kremers, Brecht Kuivers, Rani de Wekker, Elise de Klerk, Jesse Duchateau, Eline Hoppenbrouwers, Jonas Lens, Lode Maartens, Eva Moons, Lisa Servaas, Anneleen Stesses, Jorben Stroeks, Wart Swennen, Elise Tax, Aurélie van Kalenberg, Lene van de Wemt, Arnon van den Bergen, Pieter-Jan van den Weygaard, Thibaut van der Beken, Amber van Doren, Aline van Driessen, Sigrid van Geneugden, Marie van Honzebroek, Oscar van Hulst, Helena van Loveren, Lotte van Sant, Niels Verbeek, Febe Vianen en Wette Witters. Met grote onderscheiding Lina de Kramer, Jana de Reu, Cato Leuraars, Gitte Loos, Sam Neel, Tim Reniers, Wito van de Woestijnen en Dries Funks. Behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Biomedische Technologie. Op voldoende wijze, Pablo van Einde. Are obtaining the diploma of Master of Biomedical Engineering. Koem Vroektoe, Tim Kallewaard, Jolien de Donder, Jels Hendricks, Louis Leysens, Toon Peters, Carlos Alfonso Rangel Gutierrez, Fedra Webers, Irina Wils, Cum Laude, Alicia Barcenas Gallardo, Flore Belmans, Marijke Koenen, Daphne Daams, Janne de Jong, Benjamin Guy, Giel Janssen, Aneta Kludova, Arno Lambeets, Michiel Meijs, Isabel Monton Quesada, Brecht Nerings, Lieselotte Peters, Elke Schuurmans, Philippe Teuns, Marthe Thibault, Britt van den Bogert, Winte van Doren, Florian van Quickenborne, Merel Vermeijre, Jesse Witters, Magna Cum Laude, Anne-Sophie Kloet, Ellen Kopmans, Eline de Moor, Nicolas Heinz, Ben Jacobs, Louise Lijn, Birgit Peters, Hilmen Quintiens, Maarten Schelles, Valérie Snoeys, Jan Suikens, Olivia van den Driessen, Sigi van Isakker, Tom van Erum, Emile Verrijken, Jilver Heijen, Sien Vingerhoets, Eline Vlaaien, Jolan Weiler. Behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Bouwkunde. Op voldoende wijze Anton Kremers, Arne de Laander, Seppe Geens, Otto Geukens, Manu Hutsebout, Jari Lux, Michiel Marien, Walt Mertens, Seppe Ooms, Jelle Stevens, Steven van Bortel, Siewe van den Braamhuizen. Met onderscheiding Jari Aarts, Jarl Aarts, Laurens Breugelmans, Jari Koppens, Justine Delbeke, Archibald Dubois, Marijn Everaert, Jana Goris, Louis Houben, Toon Langen, Jolien Proost, Wart Ruulens, Cato Schoeters, Robbe Sterks, Jan van den Driessen, Robin van Elslande, Geri van der Rest, Wout van de Weijer, Bart van Gaal, Jordi van Hoof, Wies van Meerhagen, Xavier van Oost, Tim Verbeek, Jente Verkammen en Lucas Vissers. Met grote onderscheiding Mathilde Brusselmans, Daan Bukenhout, Seppe Kreten, Lucie van Meerbeek, Jonas Verbraken en met de grootste onderscheiding Eline van de Kruis. Behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Chemische Technologie. Op voldoende wijze Thomas Lucassen, Niels Mouwen, Stijn Roeland, Stijn Ruts,
Anton van Gucht, Willem Verhoest, met onderscheiding Jolien Alewaters, Dieter Diels, Roy Eikens, Robin Jacobs, Lucas Senave, Matthias Ullenaars, Nico van Esch en met grote onderscheiding Quinten de Keizer. Are obtaining the diploma of Master of Chemical Engineering. Cum fructu, Abhishek Awasthi, Debashankar Chaudhry, Jens de Beukeleer, Philippe de Keuster, Gilles de Ferm, Antonio de Matthijs, Joren Hansen, Bjarne Janssens, Jasper Knaaps, Victor Lecluze, Willem Nelissen, Michiel Robijn, Ahilia Sen, Henry Nicolas Tassaert, Ignazi Tora Pellessier, Kobe van Assen, Sam van Dalen, Axel van Mulder, Dries van Oppen en Bart van Tiegen. Cum laude, Laurent Balesse, Sivaramakrishnan Chandrasekaran, Manon Cuvelet, Tom de Blonde, Bert de Bruin, Maarten Dont, Nicolas Dubois, Ruben Hoornaert, Matthias Losoli, Alexander Ruts, Idris Sadik, Steffen Schraaien, Louis Snijders, Caro Truijers, Frederik van Aarschot, Gilles van Eigen, Riet van Hees, Loïc van Hoeserlande, Lore van Humbeek, Roel van Lieshout, Emile van Este, Magna cum laude, Pieter Adriaansens, Olivier Bijens, Elisabeth de Wil, Joris Janssens en Yves Lecomte. Behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen, Computerwetenschappen. Op voldoende wijze: Ilias Bashiri, Matthäus Blommaert, Evert Kuilen, Arthur de Kloet, Tom de Koning, Peter de Wolf, Joren Dont, Jean Frérot, Gijs Kilani, Bavo Luisterborg, Tom Martens, Pieter Mertens, Mathieu Monsecourt, Marta Pals, Simon Roeland, Marnik Rozen, Wim Schmitz, Arno Stienaars, Maxwell Szymanski, Gilles van Kanijt, Matthias van Keulenbroek, Nick van de Borg, Niels van de Weijer, Victor van Hoei, Pieter Vos, met onderscheiding Jona Bellemans, Bart Breuls, Kyle Brinkmans, Kasper Klaassen, Arno Koomans, Elias Koudenijs, Dries de Bakker, Wouter de Keersmaker, Louis de Lanouille, Joke Dennissen, Roy de Prins, Lucas de Saar, Nicolas de Smet, Michael Doreman, Gilles Hermans, Jordi Heusdens, Steffen Huang, Lasse Jacobs, Aykut Kotsch, Siegfried Kriekemans, Reinert Lemmens, Daan Leenaerts, Laurens Loots, Brecht Lutz, Jasper Maas, Emile Matthijs, Rick Pauwels, Arno Rondou, David Schotsmans, Willem Seynave, Simon Smeets, Jesse Smits, Andreas Stieglitz, Rick Teunis, Sander van Balen, Linde van Bezien, Arne van der Kerkhoven, Martijn van Rooij, Jeroen Verstralen, Jonas Vervloed, Toon Welkenhuizen, Toon Willemot en met grote onderscheiding Gilles Beckers, Ruben Broeks, Tom Bury, James de Vouw, Wouter de Pamelare, Clara de Smet, Siebe Diels, Thomas Geens, Torben Gernaai, Jan Hardy, Michiel Janssen, Elisa Lecluze, Niels Mommen, Bolas Namet, Matthias Pede, Florian Peters, Anthony Raté, Hendrik Serhuis, Dries van Baal, Jeroen van der Borgt en met de grootste onderscheiding Martijn Souwens, Stien van der Hallen en Sander van Driessen. Are obtaining the diploma of Master of Chemical Engineering.
of Engineering Computer Science. Cum fructu. Rey Bardi. Marta Fernandez González. Antonio Infante da Camara dos Reis Pesci. Tim Renier. Cum laude. Rui Pedro Barreiros da Silva. Coral Catal Sacail. Andrea Cortoni. Paolo Leonar. David Maujut. Nikhil Nagarash. Bing Xuan Yi. Summa cum laude. Marton Bognar. Behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek. Op voldoende wijze. Karel Bertrands. Maarten Bogaerts, Cedric Bulens, Wouter Kams, Thomas de Smet, Diederik Diltour, Matthias Frank, Louis Peirling, Jonas Smeets, Dieter Verbruggen, Axel Verhagen, Milo Weira, met onderscheiding Ellen Antonissen, Ayla de Dene, Arne de Pre, Senne Gielen, Brent Kellens, Johan Pietevils, Pieter Rikier, Arne Simons, Cedric van Eylen, Arnoud van Miegem. Met grote onderscheiding, Michiel Darcis, Irjo Kooyen, Wim Kunnen, Nele Revin, Lars van Regenmortel, Sander van Welsenaren, Edouard Vindevogel. En met de grootste onderscheiding, Jasper Lefebvre. Our obtaining the Diploma of Master of Electrical Engineering, cum fructu. Xiao Chun Chen. Akif Ömesh Uchar. Yi Yun Xuan. Yu Jia Jung. Cum laude. Liao Han. Axel Mertens. Augustin Moutarlier. Zuo Zhu. Magna cum laude. Marco Francesco Carlino. David Troch. Wei Ji Yang. Louis Diego Soto Ugalde, behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Energie. Op voldoende wijze, Simon Biljau, Jaspreet Singh Hardiep, Dries Hermans, Robbe Even, Björn Portier, met onderscheiding, Simon Bijit, Steven de Kat, Matthijs Janssens, César Smet, Bram Stokmans, Gauthier Thieye Dubouillet, Brent van Broekhoven, Bram van den Broek, Thomas van der Hagen, Lucas van Dormaal, Arnoud Veldeman, Emiel Vermeijeren, Nadia Wiese, Lisbeth Wils, met grote onderscheiding Martijn Dekkers, Ruben de Wolf en Davy Didden. Our obtaining the Diploma of Master of Engineering Energy. Cum fructu. Thais Araujo Lopez. Simon Nagels. Hongju Zhao. Cum laude. Simon Faube. Ismail Mostatira. Magna cum laude. Willem Lambrichts. Our obtaining the Diploma of the EIT Kickmaster in Energy. And this is a program in collaboration between KU Leuven and Technical Universities, KTH Stockholm in Sweden, Université Grenoble-Alpes in France, and Universitat Politecnica de Catalunya in Spain. Cum fructu. Isolina Montserrat Bautista Osorio. Yung Peng Ma. Fereste Pur Mohamma Madi. Xin Yan Song. Ibo Yu. Cum laude, Chu Cheng Fu, Mace Kumulka, Sharyal Zafar. Magna cum laude, Roman Canto Rodriguez. Behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Logistiek en Verkeer. Behaald is het, op voldoende wijze, Joachim Landmeters. Our obtaining the Diploma of Master of Engineering Logistics and Traffic, cum fructu. Daphne Sertijn, Jonathan Dalle, Maarten Fijs, cum laude, Olivier Lippens. Behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde.
Met onderscheiding Pauline Koeken, Vincent Dierks, Ian Nelissen. Met grote onderscheiding Leentje de Bond, Audrey de Porter en Jules Vermeijren. Are obtaining the diploma of Master of Materials Engineering, cum fructu, Xi Xi Huang, Shui Wen Liao, Sneha Ramesh, Zhong Xi Shu, cum laude, Yu Xi Ding, Konstantinos Fantas, Marton Janus, Mogio Rossi, Shaili Upadia. Are obtaining the diploma of the EIT Kickmaster in Sustainable Materials Engineering, and this again is a program in collaboration with other universities, KU Leuven and the technical universities from Leoben in Austria, Grenoble in France, and Trento and Milano in Italy. Cum fructu, Leen Muisond. Behaalt het diploma van Master in de Nanowetenschappen, Nanotechnologie en Nanoengineering met grote onderscheiding Ian Terlink. Are obtaining the diploma of Master of Nanoscience, Nanotechnology and Nanoengineering. Cum fructu, Weiya Chuen. Cum laude, Jia Deng. Sona Guluzadeh. Wart Janssens. Konrad Josef Migacz. Edienta Paratkar. Chiara Pastura. Marcel Pits. Dries Tabruin, Jasper van Meerbeek, Rishke San Veta Karamana, Magna Cum Laude, Mohamed Benchroet, Claudio Castillo Moreno, Thijs de Koster, Benjamin Gijs, Ernest Heeren, Floris van Duin, Ruben Verbruggen, Liao Jue, Summa Cum Laude, Hannelore Geraard, en Jorik Waterschoot. Are obtaining the diploma of the Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology. And this again is a joint program, a joint Erasmus Mundus Master together with universities of Barcelona, Spain, Chalmers in Sweden, Grenoble, France, and Dresden in Germany. Cum fructu, Cheng Chang Wang. Cum laude, Cheyenne Bichaye. Ashutosh Kinikar. Audrey Tadambayana, Ahmed Omara, Maria Sherbakova, Xuexan Jiang, Magna Cum Laude, Yara Abdelal, Momina Amir, Samet Aytekin, Barbara Borges Fernandez, Carolina Duque Sierra, Bernard Einstos Pato, Diego Sebastian Gualla, Christian Maurizio Reboledo Espinosa, Nutamas Tups Rinwan, Francisco Vega Ibanez. And is obtaining the Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology, summa cum laude, with congratulations of the Board of Examiners, Sieglinde Bogaert. Dames en heren, behalen het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen werktuigkunde op voldoende wijze. Lorenz Alberts, Bram Henricus Johannes Biemans, Tom Broos, Willem-Jan Klaas, Michael Klaes, Toon Damen, Adriaan de Bond, Simon de Brooier, Pieter de Koning, Tim de Wits, Emma de Witte, Zeno Gillis, Koen Habets, Gabor Jespers, Matthias Konings, Jasper Soetemans, Nick Sprangers, Christophe van Kapellen, Miel van der Wild, Stijn van Malen, Pieter-Jan van Tienen, Michael Windels, Toon Winters, Annemarie Wilderjans. Met onderscheiding Vincent Aalbrecht, Jarno Bollon, Italo Brunello, Nick Damen, Michiel de Kaastekker, Jeroen de Maaier, Joost de Nijs, Boris de Roo, Elias de Smet, Jan de Troy, Daan Gagelmans, Florian Geron, Toon Grommen, Louis Jamar,
Joost Jennen, Christophe Leroy, Bram Lommelen, Eline Maas, Arno Maréchal, Christophe Raas, Stijn Staring, Lucas Tak, Dieter Ulrichts, Glenn Uiterhoeven, Dries van Balen, Olivier van der Laar, Jonas van der Zanden, Jens van Heerle, Jens van Loveren, Björn van Looy, Ben van Springel, Theodor van Steeland, Arno Verduin, Eline Voens, Matthias Willems, Sarah Witloks, Matthijs Buit. Met grote onderscheiding, Pieter Bijzen, Cedric Capelle, Lotte Chiaparro, Victor Koen, Tony Dang, Florian de Klerk, Arnaud de Marsin, Max de Rie, Sean Flaherty, Michael Martens, Wouter Peren, Mathieu Peters, Roemer Spreij, Ben van Babel, Simon van den Einde, Lars van Münster, Hanne Vermeijeren, Thijs Willems, Jonas Witoek. Met de grootste onderscheiding, Helen de Winter. Are obtaining the diploma of Master of Mechanical Engineering, cum fructu, Bastien Adriaans, Jorge Alvarez Flores, Karishma Ramprakash Karkera, Sonal Pandian Subramanian, Raghav Suresh Kumar, cum laude, Muhammad Hazak Arshad, Gaurav Malik, Midun Thomas. And another one is obtaining the Diploma of Master of Mechanical Engineering, summa cum laude, with congratulations of the Board of Examiners, Vanessa Kohl. Behalend diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen, Wiskundige Ingenieurstechnieken. Op voldoende wijze, Lennart Bulteel, Wieter Jacobs, Sander Switsers, Kevin Tonon, Jarit Thijs, Victor van Eetveld, met onderscheiding Hanna Andries, Tafik Benyahia, Jasper Kallaerts, Gaëtan de Bakker, Alexandre de Canière, Benson de Heel, Lotte Segersjan, Flor Teuns, Astrid van Kamp, Chieu Wen Wu, met grote onderscheiding Senne Batsleer, Injas Bosuit, Elise Darsch, Michiel de Koning, Nick de Waale, Gilles Gruet, Robin Kenis, Vincent Maas, Inne Nouwelaerts, Johanna Nikova, Doreen Schruurs, Elie Verwimp en Jasper Wolfs. Met de grootste onderscheiding Brecht Evens, Ronald Houwaerts, Nick Janssens, Rob Salaats en nogmaals iemand die een diploma behaalt met de grootste onderscheiding en de gelukwensen van de examencommissie, Octave Oliviers. And last but not least, are obtaining the diploma of Master of Mathematical Engineering cum fructu, Evantia Karagianakou, cum laude, Onurjan Akturk, Zoltan Daze en Simon Verlinden. Beste ex-studenten, door het behalen van het diploma van Master in de Ingenieurswetenschappen verwerven jullie bij decreet van de Vlaamse Gemeenschap meteen ook de titel van burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect. Following a Flemish decree, your diploma automatically gives you the right to carry the title of burgerlijk ingenieur or burgerlijk ingenieur-architect. Dear former students, congratulations. You're now graduates of the Faculty of Engineering Science of KU Leuven. Beste ex-studenten, in naam van de ganse examencommissie wens ik u van harte proficiat met het behalen van uw diploma. En nu mag ik dan zeggen, beste collega's, burgerlijk ingenieurs en ingenieur-architecten, aan het einde van een bijzonder academiejaar wil ik jullie graag uitwuiven met een kort verhaaltje. Dear former students, as a farewell to you at the end of a special academic year, I would like to present you a short fable, one of the famous Greek storyteller Aesop. It's entitled The Boy Bathing.
A boy was bathing in the river and got out of his depth and was in great danger of being drowned. A man who was passing along a road heard his cries for help and went to the riverside and began to scold him for being so careless as to get into deep water. But he made no attempt to help him. "Oh, sir," cried the boy, "please help me first and scold me afterwards." And just to make sure you get the message, Aesop adds, "Give assistance, not advice in a crisis." Dear colleagues, as engineers, we are capable of great things. And in times of a world crisis, we can be of great assistance to mankind. The world counts on you. Beste collega ingenieurs, net als jullie ben ik bijzonder fier op ons mooie diploma. En meer nog hoop ik dat ik in de toekomst bijzonder fier mag zijn, omdat jullie zullen getoond hebben mooie mensen te zijn. Het gaat u goed. Dank u wel. Dank u wel, collega Nauwelaars. Het is altijd ongelooflijk te zien hoe dat je zonder horten en stoten door zulke namenlijst kan worstelen. Dank u wel daarvoor. Nu, masterproeven zijn natuurlijk voor alle studenten in de opleiding een heel belangrijk ding. 24 studiepunten aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook de eerste keer dat je als ingenieur de richting van innovativiteit en creativiteit gaat voor jezelf moeten gebruiken. Dus ze vormen een belangrijk onderdeel voor onze studenten en u zal dadelijk in een videomontage kennis kunnen maken met enkele bedrijven en enkele organisaties die een prijs uitreiken voor een masterproef die dit jaar excelleerde. Op die manier krijgen we via deze montage ook een inkijk in waar onze studenten potentieel terecht zullen komen. Ansem ontwerpt ICs, dat zijn chips of geïntegreerde schakelingen, op maat van de klant. Ansem zorgt voor de ontwikkeling, productie en het testen van de schakelingen en vormt zo een one-stop-shop voor zijn klanten die actief zijn in de gezondheidssector, communicatie, lucht- en ruimtevaart of de algemene industrie. Dankzij de ontwikkelingen die Ansem voor hen uitvoert, zijn veel klanten marktleider in hun niche-domein. Ansem, gevestigd in Leuven, werd in 1998 opgericht als een spin-off van IMEC en de KU Leuven en is nu het wereldwijde R&D-expertisecentrum voor IC-ontwikkeling van het bedrijf Scient. Het creëren van innovatieve en duurzame staalproducten voor een brede waaier van dagelijkse toepassingen, dat is waar ArcelorMittal Belgium voor staat. De sterke punten van ArcelorMittal Belgium: werken met hoogopgeleide professionals, dicht bij de klanten staan en de infrastructuur maakt samenwerking met complementaire sectoren mogelijk. Het staal wordt ook gezien als de hoeksteen van een circulaire economie en als basismateriaal voor hernieuwbare energie. De kracht van de onderneming ligt in het vermogen om te innoveren en de grenzen van de staalproductie continu te verleggen om nog meer te evolueren in de richting van de slimme fabriek van de toekomst. ArcelorMittal Belgium zoekt voortdurend naar doorbraken in processen, werkmethodes en producten. In de komende 20 jaar speelt Industrie 4.0 een hoofdrol, wat de manier van produceren fundamenteel zal veranderen. Centraal in dit verhaal staan de collega's. Geen vooruitgang immers zonder teamwork. Basics is een toonaangevende Belgische groep in de bouw, vastgoedontwikkeling en concessies die projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit realiseert. Van de ontwerpfase via de bouwfase tot en met het onderhoud, het beheer en de financiering. De 15.000 werknemers van de groep zijn actief in Europa, Noord- en Centraal-Afrika, het Midden-Oosten, Canada en Australië. Een belangrijk deel van de omzet wordt gerealiseerd in België, Nederland en Frankrijk. In België heeft de groep diverse werkmaatschappijen. In de vele projecten probeert Basics voortdurend haar doelstelling te realiseren.
excelleren in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld. De Industriële Adviesraad van het Departement Chemische Ingenieurstechnieken, of CIT, van de KU Leuven, bestaat uit topmensen uit de Belgische chemische industrie. Ze geven strategisch advies aan het departement over onderwijs en onderzoek. Tot de adviesraad behoren toplui van de federatie Essentia, BASF, BP, Bayer Crop Design, Covestro, Dilcoma, Evonik, ExxonMobil, Febeliac, Indaver, Janssen Pharmaceutica, Proviron, Solvay en Umicore. Conruit Groep is op een halve eeuw gegroeid van een familiebedrijf tot een familie van bedrijven met meer dan 29.000 medewerkers. Al die tijd lag de grootste focus op retail. In die sector realiseert Conruit Groep vandaag met een tiental winkelformules zoals Conruit, OK, Dreamland, Bioplanet nog altijd meer dan 3/4 van de groepsomzet. Tegelijk zijn de activiteiten de voorbije 20 jaar sterk gediversifieerd. Vandaag is Conruit Groep ook actief als groothandelaar, produceert hernieuwbare energie en participeert de groep in kledingketens en offshore windparken. De ingenieurs van Conruit Groep ontwerpen, bouwen, verbouwen en onderhouden winkels, kantoorgebouwen, tankstations, distributiecentra enzovoort, samen met collega's met diverse profielen. Ook in het big data verhaal zijn ingenieurs cruciaal. Ze zoeken systematisch mee naar duurzame oplossingen om het bedrijf op de lange termijn te laten groeien. DME is wereldleider in baggerwerken en landwinning, oplossingen voor de offshore energieindustrie en inframarine en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar kennis en ervaring en is een koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DME wil werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen. De stijgende zeespiegel, een groeiende wereldbevolking, verhoging van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste aan grondstoffen. DME heeft zijn wortels in België, maar is met meer dan 5200 medewerkers wereldwijd actief op alle zeeën en continenten. Het bedrijf biedt klanten totaaloplossingen voor de meest complexe projecten. IMEC is een toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Het high-tech centrum combineert vooruitstrevend onderzoek in microchiptechnologie met software- en ICT-expertise voor grensverleggende innovaties in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek, industrie 4.0 en energie. IMEC beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners, zowel bedrijven, start-ups als universiteiten. Wereldwijd, met Vlaanderen als zwaartepunt, werken er meer dan 4500 topwetenschappers uit een honderdtal landen. IMEC heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten in Nederland, Taiwan en de Verenigde Staten en kantoren in China, India en Japan. INEOS groeide sinds het ontstaan in 1998 uit tot een van de grootste onafhankelijke chemieconcerns ter wereld. INEOS telt wereldwijd 183 sites in 26 landen met ongeveer 22.000 medewerkers. Deze snelle groei getuigt van ondernemerschap. Als wereldwijde chemiespeler kan INEOS een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. INEOS doet dit door producten te vervaardigen die de CO2-uitstoot verminderen, door energie zo efficiënt mogelijk in te zetten en met onderzoeksprogramma's voor geavanceerde recyclage. Begin 2019 kondigde INEOS een mega-investering aan. De bouw van 2 industriële installaties voor de productie van ethyleen en propyleen in de haven van Antwerpen. Het is de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar. Project One brengt technologische vernieuwing en 450 jobs naar Antwerpen en zal een nieuwe benchmark worden binnen de sector. Materialize is pionier in additive manufacturing. Dat is een verzamelnaam voor technieken waarmee een voorwerp laag per laag wordt opgebouwd, vertrekkend van een 3D-computermodel. In het hoofdkwartier in Leuven heeft Materialize niet alleen de grootste productiecapaciteit op het gebied van additive manufacturing,
maar ook een van de grootste teams in de industrie die zich toespitsen op de ontwikkeling van innovatieve en hoogkwalitatieve software. Materialize is ook een van de drijvende krachten in de gepersonaliseerde gezondheidszorg en biedt patiënten wereldwijd nieuwe mogelijkheden aan. OneSpan is een belangrijke leverancier van oplossingen voor online authenticatie van gebruikers en transacties. OneSpan's productgamma omvat zowel hardware- als softwareoplossingen en diensten die zich focussen op gebruikersauthenticatie, elektronische en digitale handtekeningen en beveiliging van mobiele apps. OneSpan heeft zijn operationeel hoofdkantoor in België en telt ongeveer 700 werknemers. Daarnaast stelt het bedrijf in zijn offshore productielijn nog eens een 2500 mensen te werk. Siemens Industry Software is een ingenieurs- en vernieuwingspartner die verder bouwt op de activiteiten van de voormalige KU Leuven spin-off LMS International. Dit bedrijf helpt haar klanten in onder andere de automobiel- en de ruimtevaartindustrie om efficiënter te zijn bij het ontwikkelen van hun producten die al maar complexer worden. Siemens Industry Software richt zich op het analyseren van multifysisch gedrag en op de optimalisatie van prestatievereisten van producten die intelligente systemen kunnen bevatten. Hiervoor heeft Siemens Industry Software het SimCenter portfolio ontwikkeld. SimCenter combineert de meest geavanceerde simulatie- en testtechnologieën met onderliggend databeheer dat de gehele productlevenscyclus beslaat. Zo kan SimCenter klanten helpen om een digital twin te bouwen van het product. Een digitale replica die zich exact hetzelfde gedraagt en mee evolueert. En zo kan de klant er op elk moment zeker van zijn dat zijn product zich gedraagt zoals hij het wil. Van bij het begin van het design tot als het al in gebruik is. Dat een ingenieursfaculteit met bedrijfsleven nauwe banden heeft, dat is normaal, denk ik. Dat gebeurt via vele informele, structurele contactmomenten, via talrijke onderzoeksprojecten ook. En ik denk dat we op die manier de noodzakelijke interactie tussen onze ingenieursfaculteit en het bedrijfsleven te optimaliseren. We appreciëren de openheid ook en de medewerking van deze industriële partners. En ik ben ook blij dat sommige van deze partners hier vandaag zijn om een masterproefprijs toe te kennen. Ik zal nu de laureaten van de masterproefprijzen bekendmaken. De promotoren hebben een aantal masterproeven naar voren geschoven. Er was een evaluatie door een jury van experten, academische experten. En in samenspraak met de prijsuitreikende partner werd deze prijs toegekend. Zoals elk jaar was het een sterk jaar. Dat is iets dat elk jaar terugkomt, maar ook dit jaar was een sterk jaar. En we hebben dus een hele mooie oogst gehad aan masterproefprijzen met heel veel kwaliteitsvolle werken. En mag ik vragen, als ik de laureaat afroep per prijs, dat die naar beneden komt, tezamen met de vertegenwoordiger van het toekennende bedrijf, om de prijs in ontvangst te nemen. En de eerste prijs is de prijs van ANSEM. En die gaat dit jaar naar Benjamin Gijs met het thesiswerk of het masterproefwerk Cryo-Electronic Circuit Design for Quantum Computing. De volgende in de rij is de prijs van ArcelorMittal. En de prijs van ArcelorMittal gaat dit jaar naar Simon van den Einde met onderzoek naar de voordelen van geavanceerde legering gebaseerd sorteren van aluminiumschroot. Proficiat. Zelfs in deze coronatijden is een foto uiteraard noodzakelijk in deze. De volgende prijs in het rijtje is de prijs van Basics. En de Basics-prijs gaat dit jaar naar Eline van de Kruis met het eindwerk of de masterproef getiteld Analysis of the Cyclic Behavior of Steel of Steel Fiber Reinforced Concrete. Gefeliciteerd, Eline.
Dan brengt ons tot de Colruyt Groepprijs. De Colruyt Groepprijs die dit jaar toegekend wordt aan Koralp Katalsakal met als titel Machine Learning in Shapley Space. Dat brengt ons bij de prijs van DEME. En deze wordt dit jaar toegekend aan Lucie van Meerbeek met een masterproef getiteld Structural Health Monitoring of Railway Bridge KW51 by Means of Continuous Vibration Measurements. Gefeliciteerd. Dat is een hele grote check. Als u deze check niet helemaal zelf kan dragen, wil ik altijd wel helpen. Goed, dat brengt ons bij de prijs van onze geburen van IMEC, denk ik. Dus de IMEC-prijs dit jaar wordt toegekend aan Sigelinde Bogaert met een masterproef over Quantum Capsule Neural Networks. Gefeliciteerd, Sigelinde. Van de Industriële Adviesraad van het Departement Chemische Ingenieurstechnieken wordt dit jaar toegekend aan Dieter Diels met een masterproef getiteld Towards the Modeling of Depletion Attraction Networks Using DPD. De voorzitter van de adviesraad, Ronnie Ansoms, is verontschuldigd omwille van ziekte, maar de prijs wordt uitgereikt door programmadirecteur Ilse Smets. Brengt ons bij de INEOS-prijs. De INEOS-prijs die dit jaar richting Matthias Lozoli gaat met een masterproef rond CO2 impact analysis of renewable ammonia en methanol production. Gefeliciteerd, Matthias. De Materialize Eindwerkprijs gaat dit jaar naar dubbele winnaars, namelijk de winnaressen, moet ik zeggen, Sien Vingerhoets en Eline Vlaaien, met een hele lange titel, The Impact of Subject-Specific Bone Geometry on Femoral Bone Growth Simulations in Children with Cerebral Palsy, en dan nog een subtitel, Sensitivity Analysis of an Adaptive Multiscale Image-Based Workflow. Gefeliciteerd, dames. De voorlaatste prijs van deze reeks is de prijs uitgereikt door OneSpan. En de winnaar van deze prijs is Marton Bognar met als titel Analyzing Side Channel Leakage in Secure DME Solutions. En deze prijs wordt speciaal vandaag ook uitgereikt door onze eredecaan Michiel Steijaert. Dank je wel, Michiel. Last but not least is een naam die we daar straks al gehoord hebben tijdens de proclamatie als met felicitaties, is de prijs voor de Siemens Industry Software die naar Vanessa Kool gaat met het masterproef rond de whitebox en blackbox model reduction techniques voor oralization of fibroacoustics with damping treatments. Gefeliciteerd, Vanessa.
Goed, dankjewel allemaal om hier aanwezig te zijn, mensen uit de industrie. Maar eigenlijk verdienen niet alleen de studenten die hier vandaag een prijs hebben gekregen, een dikke proficiat. Ik denk dat elke student een proficiat verdient voor de masterproef, want het is wellicht een van de eerste aanzetten tot het innoveren en het creëren van toekomstige producten en processen. Het was jullie laatste wapenfeit als student en zoals collega Nauwelaars al zei, van welkom aan boord als collega's burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architecten. Jullie studentenleven eindigt vandaag. Dat is misschien een trieste boodschap, maar het opent natuurlijk ook het boek voor de rest van jullie leven. Jullie stappen nu in het echte leven, maar natuurlijk laten we je niet alleen als faculteit en als alumnivereniging. We zijn klaar om jullie als alumni te helpen en onze deuren staan, zoals ik daarnet of daarstraks reeds zei, altijd open voor jullie. Je zult zien als kersvers ingenieur dat een netwerk van groot belang is. En het uitbouwen van zo'n netwerk kan geholpen worden of gefaciliteerd worden door de alumni-ingenieurs KU Leuven-werking, die hierin een hele belangrijke rol speelt. Daarom geef ik zoiets heel graag het woord aan Sophie Paulin, voorzitter van de alumni-ingenieurs KU Leuven. Ik wil haar al bedanken voor hier aanwezig te zijn en ook voor de inzet die je in het verleden al hebt gedaan en nog zal doen voor onze kersverse alumni. En daarna zal de prezis van VTK, Daphne Sertijn, traditioneel ook een woordje plaatsen om een aantal interessante reflecties te maken over de werking van het voorbije jaar, dat ook voor Daphne wellicht een heel speciaal jaar is geweest. Ik moet natuurlijk even in de huid van Michiel Steyaert, onze eredecaan, kruipen, want hij heeft Daphne natuurlijk het beste gekend in het voorbije werkjaar. En ik denk dat ik in naam van Michiel jullie mag bedanken als VTK in het geheel en jou in het bijzonder, Daphne, voor een heel constructieve samenwerking. En ik hoop dat VTK en de faculteit nog lang een goed huwelijk en verstandig en een goed huwelijk zouden kunnen hebben. Dus ik geef graag het woord aan Sophie. The floor is yours. Geachte decaan, vice-decanen en professoren, geachte ouders, familieleden en partners en natuurlijk beste collega-ingenieurs. Als burgerlijk ingenieur en voorzitter van de Vereniging Alumni Ingenieurs KU Leuven wil ik jullie van harte welkom heten in het beroepsleven. Spannend, dat beroepsleven. Jullie starten een loopbaan van minstens 45 jaar. Op een moment dat we amper weten hoe onze manier van werken en leven er volgende week zal uitzien. Corona sloeg toe enkele dagen na de VTK Jobfair. En jullie zoektocht naar die echte job werd plots virtueel. Zij die plannen hadden voor een wereldreis of misschien nog een studie in het buitenland, moesten die ook opbergen of uitstellen. Maar goed, dat diploma burgerlijk ingenieur pakken ze jullie al zeker niet meer af. En de problemen blijven er genoeg om aan te pakken. Dat konden we al horen van de vice-rector en de decaan. Dus jullie hebben waarschijnlijk alvast geen jobprobleem. Vergeet niet dat 45 jaar lang is. Dat is ongeveer het dubbele van jullie leeftijd nu. En dat jullie nu allemaal, gemiddeld gezien toch, voor zo'n 60 jaar burgerlijk ingenieur en alumnus van deze faculteit en universiteit zullen zijn. Ikzelf ben 18 jaar geleden afgestudeerd. En ik heb op die tijd op 3 plekken gewerkt. 7 keer mijn domicilieadres gewijzigd en een 10-tal actieve e-mailadressen verzameld. Op dit moment volg ik het nieuws van de faculteit via Twitter en Facebook, sociale mediaplatformen die nog niet bestonden toen ik afstudeerde. Dat staat jullie dus ook allemaal te wachten. Grote persoonlijke veranderingen en de grote uitdaging om mee te blijven met de technologie die jullie eigenlijk wel zelf sturen. Weet dat wij graag met jullie in contact blijven. Hou ons alstublieft op de hoogte van waar jullie zijn en hoe het met jullie gaat. Gelukkig wijst het adres van onze geliefde campus niet. We hopen dat je dat adres nooit vergeet en hier graag terug blijft komen. En dat het natuurlijk geen 45 jaar duurt voor we jullie terugzien. Nu, hoe kunnen we contact houden? We doen dat via nieuwsbrieven, maar ook via het tijdschrift Geniaal. Daarnaast organiseren we vooral netwerkactiviteiten. Onder de naam VTK Alumni zullen we ervoor zorgen dat er een mooi en leuk coronaproefaanbod is. Speciaal voor jongere alumni, jullie allemaal.
Maar ook grondige debatten staan natuurlijk op het programma. Dit najaar voorzien we forumavonden over de corona-app, klimaatverandering en CO2 en de interactie tussen mens en robot. Ik hoop dat jullie tijd gaan nemen om langs te komen om nu en dan een traag debat te voeren met vrienden en professoren van weleer. Dat jullie erin slagen om tijdens jullie, denk ik, toch wel drukke beroepsleven niet enkel de gemakkelijke en oppervlakkige discussies op Twitter en Facebook te volgen. Jullie worden allemaal gratis en automatisch lid van onze vereniging voor dit jaar. Voor de activiteitenpagina verwijs ik graag naar het nieuwe online platform KU Leuven Connect, waar we een rijke alumni-ingenieurs-community gaan opbouwen. Er is tenslotte ook een Vlaamse ingenieursvereniging en die heet INET. En ze staan onder andere in voor permanente vorming en profilering van de ingenieur. Ook bij INET kan je gratis aansluiten. Ik dank jullie voor jullie aandacht en hopelijk tot gauw. Goedemiddag, decaan, eredecaan, vice-decanen, professoren, mensen uit de industrie, familieleden, vrienden, maar toch uiteraard de mensen waar het vandaag allemaal om draait, mijn geliefde burgies en archies, die ik vanaf nu mag aanspreken als collega-ingenieurs. Wie had bij de start van onze opleiding kunnen denken dat we vandaag in deze omstandigheden moeten afstuderen? Dat vakken als biomechanica, mechanica, fluïde mechanica, halfgeleider en ik kan nog een hele lijst afgaan, dat die uitdagend gingen zijn, daar konden we wel in komen. Maar dat de term corona zoveel meer ging betekenen, dat enkel dat biertje dat wij altijd met een limoen drinken, dat had niemand kunnen voorspellen. Het is dan ook vreemd om hier vandaag in een auditorium te staan met zo weinig mensen. De mensen die hier moeten zijn, zitten zich nu van thuis uit. En dat is vreemd, want normaal gezien moet een proclamatie een moment zijn waarop dat we allemaal samen nog een laatste keer naar die prachtige Arenbergcampus komen om herinneringen op te halen. Al moet ik wel zeggen, het is misschien maar een magere troost, de Arenbergcampus is misschien heel mooi van buiten, maar hier terug een paar uur op die houten banken doorbrengen, brengt toch ook wel die herinneringen van die pijnlijke rug naar boven. Dus ik hoop dat jullie toch wel deze unieke ervaring kunnen appreciëren. Nooit nog zullen jullie zo comfortabel, misschien zelf in jullie zetel, met een joggingbroek aan, een proclamatie hierin kunnen vormen. Ik wil dan ook de professoren hier vandaag bedanken om hier fysiek aanwezig te zijn en de stijl met de mooie gewaden toch wel hoog te houden. Toen wij startten aan onze opleiding, 5 of iets meer jaren geleden, dachten velen onder ons dat burgerlijke ingenieurs of burgerlijke ingenieurarchitecten bruggen gingen bouwen en raketten lanceren. Of misschien rode auto's voor de revolutionairen onder ons. Ik denk dat we toch wel heel snel tot de conclusie zijn gekomen dat het allemaal niet zo eenvoudig is en dat we een loodzwaar parcours hebben moeten afleggen om hier vandaag ons diploma in ontvangst te nemen. Als we teruggaan naar ons eerste jaar, zijn we allemaal direct met de voeten op de grond gezet toen we voor ontwerp een gevoelsmaquette moesten maken of bij de demodag van PNO1 er meer eieren op de vloer van de CBA zijn beland dan dat er mooi getransporteerd zijn via onze ingenieuze knexconstructies. Gelukkig hebben we doorheen de jaren onze kennis over maquettes en constructies naar een hoger niveau kunnen brengen. Maar voor mij persoonlijk zit de grote meerwaarde van onze faculteit en onze opleiding veel, veel, veel meer dan enkel alleen maar die vakken die we krijgen door vakexperten. We hebben de kans gekregen om onze opleiding te volgen aan het ondernemende klimaat van de KU Leuven. En dat heeft ervoor gezorgd dat ieder van ons heeft mogen meemaken dat achter onze boeken zitten en studeren maar een deel is van het leeraspect. Elk heeft op zijn eigen manier, sommigen misschien binnen, anderen buiten de vakinhouden, out of the box kunnen denken en grote dingen kunnen verwezenlijken. En het is die mindset, die geëngageerde mindset, die de Leuvense ingenieur zo typeert, die ik hoop dat jullie ook allemaal gaan meenemen in jullie toekomstige carrière. Dat jullie gaan blijven dromen verwezenlijken en ook vooral de wereld verder blijven ontdekken, zoals die ene geslaagde marketingcampagne van de KU Leuven het altijd mooi samenvat. Vandaag zijn we officieel burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. En dat brengt toch wel een hele verandering met zich mee. In de plaats van Cara gaan we nu champagne of whisky drinken.
In de plaats van die vol-au-vent in de Alma eten we nu alleen nog maar kreeft en caviar. En in de plaats van die gammele velofiets rijden we nu rond met een chique bedrijfswagen. Of voor de doctoraatstudenten met een mooie KU Leuvenfiets. Eindigen wil ik doen met een traditioneel dankwoordje. Beginnen in naam van alle studenten wil ik heel graag onze professoren bedanken om ons mee te nemen in jullie vakgebied en om ons op te leiden tot kritische ingenieurs. Daarnaast wil ik ook zeker het monitoraat vermelden, want het is dankzij jullie dat we hier vandaag met zoveel virtueel aanwezig kunnen zijn en dat het slagveld na een mechanica of een analyse-examen niet nog groter was. Iemand die ook niet in het lijstje kan ontbreken, zijn uiteraard onze familieleden en onze ouders. Bedankt om er altijd voor ons te zijn, om soms misschien met een gespeelde interesse onze vakverhalen en opleidingsverhalen aan te horen en om ze altijd te steunen, ook al hadden we soms wat frustraties of zagen we het niet meer allemaal zitten. Als allerlaatste wil ik ook graag jullie bedanken. Jullie om mij de kans te geven om dit jaar hier jullie prezes te mogen zijn en om samen van Leuven de mooiste studentenstad van de wereld te maken. Wij als ingenieurs worden vaak aanzien als de pioniers van een digitale toekomst, maar ik denk dat deze huidige crisis ons meer dan ooit heeft bewezen dat hoe inventief en mooi de alternatieven zijn, we nooit het persoonlijke contact volledig gaan kunnen vervangen. En dat is ook gevat met deze proclamatie. We hebben hier de mooie toespraken gehad, maar iedereen weet dat de twee belangrijkste zaken voor de studenten tijdens de proclamatie de afstudeergoedjes en de receptie zijn. Omdat we toch willen proberen om die sfeer zoveel mogelijk tot bij jullie thuis te krijgen, mogen jullie volgende week een pakketje verwachten bij jullie thuis met daarin het felbegeerde afstudeergoedje en een bon voor een gratis fles cava. Om toch met jullie ouders en familieleden het glas te kunnen heffen op deze speciale gebeurtenis. Desondanks blijf ik hopen, en onze decaan zegt wel dat ons studentenleven nu misschien gedaan is, maar ik denk daar anders over. Voor ons is studentenleven maar gedaan als we die Zwanenzangcampus hebben gehad, ons promotiefeest hebben gehad. Dus ik blijf hopen dat we snel ook fysiek kunnen samenkomen om ons afstuderen met een knaller af te sluiten en misschien elkaar daarna ook nog tegen te komen op een van de vele VTK-alumni-evenementen. Voor nu rest er mij nog maar één ding en dat is jullie heel veel succes wel en met ons alle uitdagingen die jullie gaan hebben in de komende jaren, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. En voor nu een hele dikke proficiat met behalen van jullie diploma en hopelijk tot snel. Dank u wel, Daphne, voor de bevlogen woorden. Ik kan u wel vertellen dat het caviar en champagne gebeuren op een duur ook begint tegen te steken. Maar goed, beste collega's, beste collega-ingenieurs, kersverse collega-ingenieurs en burgerlijke ingenieur-architecten. Deze promotieviering sluit, en vergeef me Daphne, toch voor een stuk jullie studentenleven af. De KU Leuven heeft nog iets extra's voor jullie in petto, dus check zeker en vast jullie mailbox nog op 17 september, waar er nog het een en ander verrassends uit de bus zal kunnen vallen. Dus vergeet alsjeblieft uw mailbox niet te checken. En voor de rest, ik vond het heerlijk om jullie te zien opgroeien. En dat kan je letterlijk nemen vanuit het eerste jaar richting afgestudeerd burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect. Ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad in Leuven. En ik hoop dat we nog een leuke tijd samen kunnen beleven later, als we elkaar nog eens tegen het lijf lopen. Dus in naam van de hele faculteit, van alle personeelsleden, nog een allerlaatste keer een dikke, dikke proficiat. En tot ziens in de wereld. Dank u wel. What is, engineering is about what can be. Engineers' entire existence is dedicated to doing things better and more efficiently.
is a profession which leaves its imprint on our society in countless ways.